klacht van de dag. Ik ben Bram en ik ben werkzaam als klachtbehandelaar voor de Nationale Ombudsman. Ik ben gebeld door een mevrouw. Zij geeft aan dat er onvoldoende communicatie plaatsvindt met betrekking tot een aanvraag voor een urgentieverklaring voor een woonruimte tussen haar en de gemeente. Ik heb voor mevrouw contact opgenomen met de gemeente om na te gaan hoe het ervoor staat met de aanvraag voor de urgentieverklaring en of zij mevrouw daarover kunnen informeren. Mijn tip is om altijd met de gemeente in contact te treden, dus om zelf contact op te nemen en ja, na te vragen hoe het ervoor staat met de aanvraag en of zij daar duidelijk over kunnen zijn. Ik ben Renier van Zutphen, ik ben de Nationale Ombudsman. Met 170 collega's staan wij klaar als het misgaat tussen u en de overheid. U kunt ons bellen, iedere dag. Hebt u een klacht, laat het ons weten.